Goedenavond, dit is PNM Actueel met vandaag. Onrust in Meijel over aantal arbeidsmigranten. Veteranen Pillemaas ontmoeten zich in gemeentehuis. En derby in de zaal, Beringen tegen Barlo. Het rommelt in Meijel. Enkele bewoners in Meijel maken zich ongerust over het aantal arbeidsmigranten in het dorp. Tijdens een bijeenkomst over 8 studio's van woonurgenten in het Starterbos werd dit goed duidelijk. Ik ben op de informatieavond geweest. Ik heb het live meegemaakt, om zo maar te zeggen. En er heerst grote onrust. En ik kan die onrust proberen zo goed mogelijk weg te nemen. Maar onderbuikgevoelens kan ik niet wegnemen. Dat lukt mij niet. Belangrijkste punt was de vraag wie in de studio's komen wonen. De bewoners eisen een garantie van de gemeente en woningbouwvereniging dat er geen criminelen of verslaafden in de studio's komen. De zorg dat er geen arbeidsmigranten inkomen kan echter niet weggenomen worden. De gemeente hecht veel aan integratie van arbeidsmigranten. En middels het project Irenehof in Panningen hebben we daar een eerste aanzet voor gegeven. Nou, Starterbos, de 8 studio's, is een tweede aanzet. En is voornamelijk bedoeld voor woonurgente groepen, waarbij arbeidsmigranten die hier willen blijven ook een van is. En als zij in Pillemaas willen blijven wonen, zich willen vestigen, dan moet je ook de kans geven om een woning te vinden. En middels de midstay-principe, waar je dus 2 jaar maximaal mag wonen, heb je dus de kans om door te stromen naar een reguliere woning. Want dat is het ultieme doel, doorstromen naar een reguliere woning. Het gevoel in Meijel is dat er te veel arbeidsmigranten zijn. Terugsturen. Ja. En niet meer echt binnenhalen. Die mensen die hier geen werk hebben en werkloos zitten, die moeten ze maar aan het werk zitten. Dat maakt niks uit. Maakt mij echt niks uit. Het komt wel eens tegen, maar ik heb er eigenlijk geen last van. Okay. Nee, we hebben er geen last van hoor. Nee? Absoluut niet. Ze gedragen zich allemaal netjes. Dus. Zou die dat erg vinden als hier meer buitenlanders? Erg niet, maar liever niet. Liever niet? Waarom niet? Ja, weet ik niet. Het is zo goed hier. De vraag of er te veel buitenlandse werknemers zijn, wordt ook opgepakt door het dorpsoverleg. We willen heel graag Meijel uitbreiden. En willen we Meijel behouden, en zo is ook in het visiedocument van de gemeente Pillemaas overigens geschreven, als een peeldorp waar forensen welkom zijn. En Meijel heeft ook de middelen en de gronden, posities beschikbaar waar mensen kunnen en mogen gaan bouwen en wonen. En dat soms niet altijd gaat zoals men graag wil in een samenleving, dat kan. Maar ja, goed, dat is des samenlevens. Ik denk dat je dat overal wel hebt. Ik denk dat een mix van de bevolking, want wij zijn nou eenmaal een multiculturele bevolking, hier op het platteland iets minder dan in het stedelijk gebied. Maar het is wel belangrijk dat bevolkingsgroepen met elkaar integreren, met elkaar bezig zijn, weten van elkaars culturen, maar ook weten van elkaars omgangsvormen. En ook daar rekening mee houden, zowel van de ene kant, maar ook van de andere kant. Deze mening wordt ook gedeeld door het dorpsoverleg. Nou, ik denk voor een aantal bedrijven in mij al belangrijk. Ik denk ook voor het wonen en leven ook belangrijk. Wat ik wel heel graag zou willen is, en dat is ook iets waar we mee bezig zijn, maar dat mensen ook meer integreren in de samenleving als Meijel. Migranten die hier nu wonen, meedoen bij een voetbalvereniging, of bij een schutterij of harmonie, of bij een volleybal, of bij een vereniging. We hebben zoveel verenigingen in Meijel, en dat zou ik ook wel leuk vinden als verenigingen daar wat meer mee zouden doen. Dus de mensen ook daadwerkelijk te benaderen en dan niet een aparte voetbalteam oprichten voor migranten, nee, samen een team zijn waarin dat migranten en Meijelnaren en noem ze dan ook maar forensen en urgenten en alles bij elkaar voetbalt, volleyt, wat dan ook doet. De reconstructie in het landschap van de laat-middeleeuwse schans vlakbij de Baarlose weg in Helden komt steeds dichterbij. De schans, die op oude kaarten nog zichtbaar is, werd rond 1600 gebruikt door de lokale bevolking om zich te verschuilen bij gevaar. Het is bijna 400 jaar geleden, want daar zijn de geleerden nog niet helemaal over eens, of de onderzoekers van wanneer het precies, van het begin is natuurlijk nog niet helemaal duidelijk. Maar ja, we willen toch eigenlijk educatief voor de toekomst die onze schans weer opnieuw realiseren. Ja. We hebben toch de indruk, ook toeristisch, dat dit gebied een beetje meer op de kaart mag komen. Ook voor Helden, en vooral Helden Dorp natuurlijk dan,
In het kader ook van de Hellense Bossen. We willen toch met de hele dorpsontwikkelingsvisie proberen ook de Onderschans daarin mee te nemen. Zo zag de schans er rond 1600 ongeveer uit. Een werkgroep met daarin vertegenwoordigers van het Streekmuseum, het IVN en de buurtvereniging is er ruim 6 jaar bezig met dit project. Van hieruit kon je eigenlijk zo, via deze bocht hier achter, liep je eigenlijk zo de schans binnen. Hier kun je mooi zien in de bodem, op ongeveer deze diepte, dan vinden we eigenlijk een soort pannenachtig gruis. Of lijkt een beetje steenachtig, maar het zou oud puin of iets dergelijks kunnen zijn. Weet je, een dun laagje, dat vinden we op meerdere plekken op dit perceel eigenlijk. De schans wordt niet op de originele plek gerealiseerd, maar 200 meter verderop. De oppervlakte blijft hetzelfde, ongeveer een halve hectare. Om ze precies op dezelfde plek neer te leggen, moet je heel veel onderzoek doen. En ja, die grond is nu toch van betere kwaliteit. Ja, het is wel drassig nu, maar ja, het is nu wel bouwland. En dit is eigenlijk weiland en iets mindere kwaliteit grond. Dus de grondwaterstand is nu ook lager als vroeger, omdat er toch veel water afgevoerd wordt eigenlijk. Dus dit gebied leent zich nu eigenlijk meer voor de onderschans als de oude locatie. Om het plan te realiseren worden er nu, net als vroeger, schansrechten verkocht. De werkgroep denkt zo'n 60 tot 80 schansrechten nodig te hebben. Er zijn nu al 40 schansrechten verkocht. Het is wel de bedoeling dat er elk jaar een of andere activiteit plaatsvindt, waardoor de betrokkenheid van de schansrechthouders een beetje gewaarborgd is eigenlijk. Als alles meezit, gaat volgend jaar de eerste schop in de grond en is de schans met grachten op Abbrug terug van weg geweest. Installatiebedrijf Regio Service in Panningen heeft donderdag de eerste Smart Flower van Limburg geïnstalleerd. De op een bloem gelijkend apparaat is het eerste all-in-one plug-and-play mobiele zonnepanelensysteem. Een soort zonnebloem die helemaal uit zonnepanelen bestaat. Die gaat 's morgens, daar staat hij op, zeg ik altijd. Dan gaat hij zich ontbloemen. Dus de zonnepanelen gaan helemaal uit elkaar en die gaat helemaal met de zon mee. En 's avonds dan gaat hij weer naar binnen toe en dan wordt hij helemaal ingevouwen en al in het pakket. Het bedrijf gebruikt het systeem voor de eigen energievoorziening van het kantoor en de werkplaats. Het is een eyecatcher en het voldoet aan capaciteit voor een compleet gezin. Dus het levert 3200 kilowatt op en bijna 100% rendement, omdat die met de zon meegaat. En daar haal je alle energie eruit die je nodig hebt. Het apparaat kan overal geplaatst worden en is geschikt voor zowel particulieren als bedrijven. Met één druk op de knop opent het apparaat als een soort paraplu een groot solaroppervlak. Bijzonder is dat het zonnepaneel meedraait met de zon, waardoor het rendement nog meer verhoogd wordt. Veteranen in Pelemaas kwamen zaterdag bij elkaar op de Veteranendag van de gemeente. Naast een speciale tentoonstelling over de missies sprak de burgemeester de veteranen toe. Wie aan de frontlijn staat van recht en vrijheid, verdient tijdens en na zijn missie respect en erkenning. Dat is heel belangrijk voor jullie, veteranen. Onze verbondenheid voelen in de vorm van belangstelling, nazorg en waardering. Ik vind heel veel steun bij elkaar, bij andere veteranen, zowel jong als oud. En ik vind de waardering en respect naar elkaar toe is belangrijk. En de veteranen van nu staan midden in de samenleving en horen daar ook thuis. De inzet voor vrede en veiligheid en hun bijdrage aan vrede en veiligheid in de wereld verdienen onze dank en ons respect. Als de jongeren er niet bij betrokken worden, dan zou over enkele jaren, gezien ook mijn leeftijd, dan zouden er geen veteranen meer over zijn. Er kwamen oudere en jongere veteranen bij elkaar. Het is niet voor iedereen belangrijk om ervaringen te delen met de andere generaties. Nee, dat gaat niet samen. Ik ben in Indië 2 keer gewond geweest. En we komen nog wel eens in Doorn bij de gewonden. En daar komen ook jongen. Maar dat gaat nooit samen. Nee. We hebben een heel andere tijd meegemaakt.
Wij delen de ervaringen delen wij. En ja, je staat niet alleen. Terwijl je wel denkt dat je alleen staat, maar de problemen die wij ondervinden zijn hetzelfde. Er kwamen zo'n 35 veteranen. Volgend jaar is er weer een Veteranendag. Iedere veteraan, ook die niet aangesloten zijn bij de veteranenvereniging, zijn dan welkom. Vandaag in de wedstrijd voor het zaalvoetbal, 27 oktober 2014. Het is een handige sport, een behendigende sport. Het is niet zomaar rennen naar het Juffelvoetbalveld. Bolder speelt hij de oefenwedstrijd tegen Beringen. De eerste zaalvoetbalcompetitiewedstrijd, de derby tussen ZVV Beringen en de ploeg uit Bolder. En de ploeg uit Beringen gaat er gelijkveld tegen aan uur. Het is een technisch hoogstandje wat de mannen hier allemaal laten zien. Het is gans anders als het veldvoetbal. En direct al de 1-0. Het is Brahim Mahim die weet te scoren. De 1-0 voor de mannen uit Beringen. Wat bestaat uit veel voetballers uit de regio. Bolder daarentegen met veel spelers van de Bolderse zelf. Opnieuw een kans, maar door zit de keeper van Bolder dan toch goed bij. Komt de vrije trapuur, schitterend ingeschoten. Het is Flip Segers die het doelpunt weet te verzilveren. Dan gaan we straks weer de wedstrijd Kump en Heng van Bolder. Gaan die in de aanval, kennen ze door uw doelpunten? Nee. En dan, ja, dan is het toch wel raak. Het was Matthijs Hansen die een fout in de verdediging wel weet af te stroven. Dan de mannen uit Beringen weer aan de aanval. Ja, in de zaal moesten we handig voetballen. Dan moesten niet de bal weer wegtrappen. En moet in balbezit blijven. Dat kan geen goed zien. En technische vernufjes die de mannen wel laten zien. Het is Brahim Mahim die zich vreespeelt. En schitterend avontuur. De 3-1 is een feit. En dan moeten de Bolders oppassen dat ze niet weer achter komen. Want de Beringse spelers komen opnieuw alweer. Kiekers heen met behendig spel. Goed vrij gespeeld, vrij voor de keeper. En jawel, het is de 4-1 Bjorn Korsten. Die ook een doelpuntje laat aantekenen. Dan moeten de Bolders kijken of ze nog wat truc kunnen doen in deze wedstrijd. Gaat het heel moeilijk uur. De bal wordt toch een beetje niet goed gespeeld. En gaat de bal naar de hoek toen niet spelen. En dan is het zoemer. En eindelijk hier is het Chris Nedersen die vrij voor de keeper Kump. En ook weer de afronde. 40-2. En dat is ook de ruststand. Bolder zal nodig is. Hoe lang een feitje moeten tappen, willen ze de mannen van Beringen bij kunnen horen. De achterstand zal goed gemaakt worden. En het eerste schot is, ja, met geluk is dat wel raak uur. Nick Stemkes die de 4-3 maakt. En wie reageren de mannen uit Beringen op? Met een snelle aanval komen ze terug, maar de bal is balverlies. En dan opnieuw balverlies voor Bolder. En dan is het de Beringse ploeg die de aanval zoekt. En heel makkelijk ingetikt is het Flip Segers die de 5-3 wil aantekenen. Dan gewoon de Bolders meer druk zitten. Gewoon meer op de tegenstander staan. Doen erbij dat ze wij de kans krijgen. En scoort komt er. En dan is het toch. Ja, de keeper de gemiddelde door de bal eigenlijk doorleut hier. Het is Bram Rumkes die ervan profiteert. 5-4. Dan gewoon de Bolders door. Blijven meer druk goed oefenen. De keeper kan door de bal nog makkelijk pakken. En dan komt er toch in de vrije bal. Niels Peulen deed de vrije trap. En eindelijk een knalt uur. 5-5. En dan weer de spanning. Kennen de Beringse dit wel weer staan? Of zien het dadelijk de Bolders die de leiding gewoon nemen? Schoot goed gespeeld, Beertje gewoon in de aanval, speelde zich toch wel vrij. En dan is het schot, ja, niet goed gekiept hoor, maar wel een doelpunt voor Brahim Mahim. Deze in derde aanleut tekenen. Dan kieken de Beringen zich even aan. Dan kan Van Bolder, de keeper stopt de goalie. Dan komt opnieuw Brahim vrij van de keeper. Nee, nog niet. Hier stonden nog twee spelers. En dan werd de bal dwars gegeven aan Kieze. Schitterend ingeschoten. En toch een houdbaar schot. Opnieuw de keeper Van Bolder. Niet goed in zijn beste vorm. Het was Guus Maassen die scoorde. Dan gaan we langzaam naar het eind van de wedstrijd. Bolder de keeper eruit gehaald. En dan is het toch een fout van de verdediger Jeroen van Wielik. En dan is het Brahim Mahim die de eindstand op het scorebord zit. 8-5 met zijn vierde. Zo, wat hebben we van de wedstrijd gezien? Nou, een wedstrijd met veel goals, daar heel veel zeker. En een wedstrijd hoe ik dacht van, dat gaat volgens goede kang op. Maar op een gegeven moment kwam Bolder eigenlijk heel goed terug. Ik had niet meer verwacht. Ik dacht, we pakken dit nou wel. En terwijl, dat bleef nog heel spannend. Wat happen er op dat moment aan de ploeg dat Bolder zo weer terug is komen? Doordat Bolder druk ging zitten, eigenlijk weten de mannen wel wat ze moeten doen. We werden heel onrustig, gingen ze gekke fouten maken. Ja, en doordat kwam Bolder terug. Deze goed, ze zaten fel bovenop. En ons mannen wisten even niet wat ze moesten doen. Dat was niet zo slim. En ja, dieke nederlaag kan ik niet zeggen, maar toch wel een nederlaag. Ja, ja. Ja. We probeerden het in de eerste helft wel, maar het lukte niet echt. De tweede helft hebben we meer druk gezet en we kwamen goed terug tot gelijk. Ja, daarna hebben we een gok genomen met de keeper. Maar helaas, het wou niet lukken.
En tot zover PNM Actueel voor deze week. Volg ons ook op Twitter en Facebook en lees het laatste nieuws op onze website www.pilmaas.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.